Sebastiaan Steutelen, fractievoorzitter van de PVV. U heeft in het politiek beraad over de perspectiefnota aangegeven dat u eigenlijk helemaal geen bezuinigingen wilt. Kunt u dat nader uitleggen? Klopt. Ja, wij worden nu door het Rijk, vanwege een korting in het gemeentefonds, worden wij geconfronteerd met flinke tekorten in onze begroting. En die moeten op een of andere manier worden opgevangen. Het college stelt nu een aantal zoekrichtingen voor, waarvan het grootste gedeelte toch ook in het sociaal domein landt. Mensen die het al moeilijk hebben, die het al zwaar hebben. Maar tegelijkertijd gaan wij aan de stedelijke ontwikkeling. We gaan hele woonwijken uit de grond stampen. We gaan hier een gebieden ontwikkelen naast het gemeentehuis. Daar zeg je u tegen. En ik vind dat niet uit te leggen. Er zijn daarnaast heel veel lobby's nog aan de gang richting het Rijk om hopelijk die kortingen op dat fonds dat naar ons komt, om die kortingen te schrappen, zodat we wel weer voldoende geld krijgen. En ik zie het niet bezuinigen of het weigeren om te bezuinigen nu als een breekijzer richting het Rijk. Van kijk Rijk, op deze manier krijgen wij de begroting niet rond en u zult wel wat moeten. Wat ik heb gezegd is, luister goed, u mag die boel eens wel aangeven, maar geef mij concreet eens aan, waar gaat u dan concreet op bezuinigen? Wat doet u niet meer in het sociale domein? Wat doet u niet meer aan onderhoud aan wegen? Wat doet u niet meer aan? Wat voor onderwerpen er ook staan? Dat kunnen ze niet verklaren, daar gaan we straks met elkaar in gesprek. En dan ga ik u nu alvast voorspellen dat we in de toekomst worden verrast dat ze zeggen, dit zijn de maatregelen die we u voor gaan stellen. Zegt u maar ja of zegt u maar ja, want u wilde het graag. Wat is dan nu de beste route? Nou, volgens mij is de beste route nu om geen bezuinigingen in de boeken te zetten en ook geen zoekrichtingen vast te stellen, dan naar de provincie en naar het Rijk te gaan met jongens, we hebben een heel groot probleem in 2026. Dat wordt veroorzaakt door het Rijk, door jullie. Los dat op. Er komen heel veel opgaven vanuit het Rijk onze kant op. Kijk naar woningbouw, kijk naar energie, kijk naar alles, bedrijventerreinen, noem maar op. Als u wilt dat wij die plannen ook gaan uitwerken, dan zult u ook met geld over de brug moeten komen. Er moet hoe dan ook bezuinigd worden. Dat is gewoon heel reëel. Dat zien we gewoon. De kosten lopen op. In de sociaal domein lopen de kosten ook keihard op. Dat snap ik wel. Maar geef dan het pakket aan en laat wij aan de inwoners, want daar ben ik door gekozen, wil ik laten zien. Dit zijn de maatregelen. Wil ik hiervoor staan of wil ik hier niet voor staan? Nogmaals, mijn pleidooi is nu dat als wij nu al bezuinigingen in de boeken gaan zetten, dat wij daarmee de bezuinigingen die het Rijk op ons doorvoert, die daar eigenlijk de oorzaak van zijn, dat wij die daarmee ja, vergoeilijken, honoreren. En dat we daarmee zeggen van nou Rijk, wij kunnen dat wel oplossen en dat kunnen we niet. Want we moeten niet alleen maar klakloos dit pakket aannemen en ons laten verrassen door het college. Dat is niet de insteek van onze partij. En Democraten.nu gaat hier niet mee akkoord.